Vidox Media, de officiële videopartner van FC Os TV. Mede mogelijk gemaakt door Verbruggen Os. Klaas, voelt dit als weggegeven? Nou, dit voelt in ieder geval als teleurstellend. Dat je bij een 1-0 ruststand, zonder overigens zelf aan de bal heel goed te spelen, maar na een 1-0 ruststand en afspreekt volle bak te gaan, dat het een kwartier in rust 1-3 is. En dat gebeurt dan ook nog eens, vind ik, door 3 persoonlijke fouten. Dat is teleurstellend en frustrerend. Ja, dat moet ik even laten bezinken. Want nu ben je woedend van binnen. Want zeker omdat het erin zit vandaag. Als je de eerste helft ziet, was het niet goed aan de bal. Maar we konden het heel moeilijk maken. We maken echt een goede goal. Als we het dan een paar keer beter uitspelen en de goede keuzes aan de bal hebben, dan kunnen we zelfs denk ik 2-0 voorkomen. Maar dat doen we niet. Ja, en dan de tweede helft scoort Joes een wereldgoal, waardoor zij weer in de wedstrijd, op dat moment kantte het een beetje. Zij gingen weer echt meer met vertrouwen spelen. En dan nog na de 2-1 hebben wij een dot van een kans op 2-2 natuurlijk. Als we die maken is het helemaal weer een wedstrijd en kunnen we hem, alleen we waren niet bij macht. De trainer koos ervoor om best wel snel in de wedstrijd, weet niet welke minuut precies, om... Ja, ze zitten nog meer alles of niets te spelen. Logisch eigenlijk. Maar ja, daardoor wordt het met de afgelopen tijd natuurlijk veel wedstrijden in korte tijd. Wordt iedereen zie je wel. We willen 100%, daar ligt het niet aan bij deze groep. We gaven alles, maar in de uitvoering werd het minder en minder. Omdat het gewoon de benen liepen vol, zag je bij velen. Voelde ik ook de laatste 10 minuten dat je dan deze periode wel voelt. En dan is het kut dat je hem niet over de streep kan trekken aan de bal. Ja. Je hebt zelf wellicht nooit gesproken over de play-offs, maar het was uiteraard natuurlijk wel een doel van jou, van de club, van het team. Dat gebeurt dan nu tot op heden nog niet. Het is natuurlijk nog niet gespeeld, maar het wordt wel erg lastig. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, we gaan toewerken naar de volgende wedstrijd. En de volgende wedstrijd is MVV Maastricht uit. En zoals ik altijd zeg, ik wil elke wedstrijd die ik speel, wil ik winnen. Dus ik wil aanstaande vrijdag wil ik uit MVV Maastricht wil ik winnen. En dan wil ik de laatste wedstrijd zaterdag 28 april van de reguliere competitie tegen Eindhoven winnen. Dat wil ik allebei winnen. En als staan we nou 18, dan had ik die 2 wedstrijden nog willen winnen. Al hadden we geen kans op de play-offs meer gehad, dan wil ik die wedstrijden nog winnen. Dat is de sportman in mij. En degene die daarin mee wil, die gaat daarin mee. En degene die daarin niet mee wil, die gaat daarin niet mee. Is dat dan voornamelijk gericht op dit seizoen? Of ligt ook omdat je trainer bent, ook volgend seizoen, ook al een beetje volgend seizoen? Wat bedoel je precies? Dat je daar misschien rekening mee houdt met misschien oriënteren, andere baas zelf. Dat je zegt, nou, misschien gaan de mensen vertrekken, dan ga ik liever investeren in jongens waar ik volgend jaar weer mee samenwerk. Nee, want vorig jaar heb ik Tom Boer volgens mij ook laten staan, terwijl we wisten dat hij ging vertrekken. En Siad Selik en Justin Mathieu. Dus ik ga spelen met de mensen waarvan ik denk dat ik aanstaande vrijdag het meeste kans maak op resultaat uit MVV. En of dat iemand is die vertrekt of dat het iemand is die blijft, dat interesseert me geen ene log. Het moeten wel mensen zijn die 100% mee willen. Gaat er dan veel gewisseld worden, denk jij? Dat weet ik niet. Laten we even een weekje bezinken.